Ook goed, kan ik verder naakt. Waarom ik nou de vlogcamera erbij pak is iets heel veel belangrijkers. Yes, yes, yo, goedemorgen. De dag begint. De week begint anders. Want ik begin vandaag met een cursus RBO voor baby's en kinderen. En dat doen we hier, vlakbij het Leidseplein. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb heel lang geleden op de basisschool ooit iets over gehad. Ik denk dat het allemaal weer is weggezakt. Dus ik ben wel benieuwd. Beademen, reanimeren, dat soort dingen. Dat is wel belangrijk als je twee kleine baby's hebt. Nou jongens, wat ik vandaag heb geleerd. Je komt aan. Je kijkt eerst even of iemand oké is. Hallo, hallo, gaat het? Dan zeg je bel 112, haal de AED, gaat om een kind. Hoofd naar achter, blaas je 5 keer. En dan start je reanimatie. Kijk, en dat is precies wat we deze cursus doen, maar nu denk ik al de volgende verkeerd. Het is schudden, bellen, checken of iemand ademt, dus dat doe je zo. Kijk je naar de buik en je voelt alsof iemand tegen je en je houdt de kind vast. 10 seconden. Als het kind niet ademt, dan pas ga je besluiten mond-mond ademen te doen. Doe je 5 keer en dan ga je hard. Dat is wat ik vandaag heb geleerd. En dit moet je echt, merk ik aan mezelf, nog 10 keer herhalen, want dan pas blijft het weg hangen. Waarschijnlijk als dit echt een keer gebeurt, als je niet hoopt, valt de helft weg. Dus je moet het echt vaak oefenen. Jongens, ik ben terug van de EHBO. Ik ben terug van de EHBO. EHBO babycursus en hier is mijn vrouw. Mijn vrouw is Khaleesi. En Khaleesi, dit is de Thaise versie van Khaleesi. Zeg maar de cam version in de bioscoop gefilmd. Vind je me niet heel mooi zo? Ik ben toch veel knapper met meer een soort zeemermin. Ook goed, kan ik verder naakt. Maar ik ben benieuwd hoe die heksenpruik is die ik heb besteld. We gaan eigenlijk zaterdag naar Halloween party jongens. Ja. Maar gaan we misschien wel stiekem filmen, ik weet niet. Tuurlijk. Kan niet eigenlijk. Maar we hebben onze outfits nog niet. Die zouden vanavond binnenkomen, maar die zijn er nog niet. Ik zat helemaal zo van smullen, maar de post is al geweest. Ja, laten we hopen dat ze morgen binnenkomen. Maar wij gaan echt voor het eerst, überhaupt, we gaan met z'n tweeën naar een feest. Dat gebeurt eigenlijk ook nooit. En we gaan echt vet veel erg ons best doen met onze outfit. Ja. Maar nu is de vraag. Dat gaan jullie zien. Hoe staat deze pruik? Weet je waar? Oh, nee, ik ga wel sporten. Oh my god, Jorg, je bent zo lekker als je dit hebt. Nou. Oh. Precies. Nee, maar zeg jij, je doet echt hot. Oké, jongens, ik ga niet misschien sporten of wellicht. Ik ga sporten. Oké, succes. Voordat ik hier niet meer wegkom. Dat ik word omgekleed als een soort Barbiepop. Yes, en het is woensdag. En vandaag, woensdag, is stagedag tegenwoordig. Het is de tweede dag van Berber. Die loopt elke woensdag dus bij ons stage. Nou goed, dan is het de hele dag over marketing. Oma is hier boven met Charlie. Oh ja, en voor degenen die willen weten wat ik aan heb vandaag. Een jas van Soetsebla en een pak van Auger bij Atelier Munro. Een das van, volgens mij, Zenja. Ja, Zenja. En schoenen van Soetsebla. Nou, weten jullie het ook weer, hè? Belangrijk. Dat de NS hè? Onderzoek heeft gedaan naar dat te laat komen. Niet zo, mensen vinden het natuurlijk erg dat mensen te laat komen, maar wat ze echt vervelend vinden, is als mensen dan zeggen dat ze te laat komen. En dan nog later komen. Nog later komen dan wat ze zeggen. Guilty as a motherfucker. Kan er van negen zou ik hier zijn. Zo, we hebben net een check-in gedaan. Ik ben even terecht aangesproken op mijn te laat komen. Maar nog veel mooiers is dat Spencer deze twee boeken vandaag gaat lezen. Dat is een van zijn intenties. Ze zijn allebei heel erg in de context van waar we nu zelf tegenaan lopen. Ja. Deze gaat over the three fears that sabotage client loyalty. Ja. Ja, dus dit gaat eigenlijk over het werk van de adviseur. Ja. Ja, wij doen daar volgens mij dingen in die niet. Ja, voor die mij hebben wij het gevoel. Ik denk dat wij op een paar manieren onze klanten saboteren. Ja. Dat is interessant. En deze, er zit gewoon een hele concrete vraag bij een klant waar we nu zitten. Die een training wil over meetings. Dus ik dacht, nou, ga ik. Ja. Ik weet er al wat over, maar even kijken hoe Mr. Lens hier tegenaan kijkt. Het was er weer middag, jongens. We hebben even een meeting omgehuurd. We gaan even met Barrow door een aantal slides heen. Ja. Rondom Missy, Vizi. Jullie kennen het allemaal wel. Ja. Van Culture Builders. Ja. Daar heeft zij voor een keer gedaan. Dat is waar we de middag gaan spenderen. Eigenlijk best wel veel dingen te doen vandaag. De tijd gaat weer super snel. Het is weer 3:15. En ze moeten nog wel even doorbeuken. Ik ben weer vergeten te vloggen. Ik zei net, wil iemand iets zeggen op de vlog? Berber zegt, wil jij niks zeggen? Het is jouw vlog. Spencer zou deze middag een boek review doen. Ja, ik heb het ook af, maar we moeten eerst nog wat anders doen. Maar het is mijn schuld.
Het gaat allemaal over de schuldvraag. Dat is het allerbelangrijkste. Cultuurtraject ook. Wie heeft het gedaan? Maar jij hebt de oplossing of gewoon persoonlijk, personal mean-spirited attacks? Ja. Ja, daar zijn we van, toch? Dat moeten we wel doen. Dus ik ga wel even stoppen met vloggen. We moeten nog even een agenda maken. We moesten ook al Instagrammen. We moesten ook al Instagrammen. Berber heeft me geholpen met een campagne. Ja, die kan influencer marketing. Ik zag vanochtend een onderzoek dat 83% van de influencers wordt beschouwd als onbetrouwbaar. Jij ook? Ik weet nee. Want micro-influencers, mensen met 50 tot 50.000 volgers, heeft dat minder. Ja, kijk jongens, influencers is gewoon werk. Je moet ook gewoon je huur betalen. Dus het is gewoon logisch dat de commerciële samenwerking doorheen komt. Je moet er alleen eerlijk over zijn. Ik denk dat daar dat onbetrouwbaar vandaan komt. Nou, Spencer staat achter me te grommen, dus we moeten opschieten. Ja, schiet eens op man. Ah jongens, toen was ik alweer thuis. Een beetje een chaotisch dagje. Nou goed, voordat ik in de zeikmodus kom, was een hele pittige nacht. Daarom was het een hele pittige dag. Qua energie. Ik ben gisteravond gaan sporten. Ik hoop eigenlijk dat dat een beetje helpt. Maar dan ben je zo ontzettend moe dat je elke keer ik ga om de dag. Dat ik denk, ah, ik ben zo moe. Is het wel slim om te gaan sporten? Maar daarna, zeker ik pak ook een saunetje erbij. Denk ik wel van, oh ja, ja, voel me wel weer goed. Ik moet gewoon letten op sporten en eten. Dan kan ik het dan een beetje handelen met het slaapgebrek. Maar we zijn thuisgekomen. En ik weet toevallig dat Sunny, ik ben eigenlijk heel trots op Sunny. Sunny staat in de happiness. Ik weet niet of je ondertussen zag wat ik aan had in de spiegel, jongens. Ik ben gewoon echt complete huisoutfit. Slippers die ik meegestolen bij Pillows. Waar we vorig weekend waren. En ik ben gewoon in mijn joggingboek. Dat is gewoon wel de beste outfit. Thuis. Kijk eens even. Wie hebben we hier? Wie zit hier zo goed op de stoel? Oh, mama. En nog een keer mama. Ja, ik was net aan het vertellen. Wat? Ik zei tegen Charlie, kijk eens wie hier zat. Toen... Mama staat in de happiness. Dat vind ik echt wel cool. Heel cool. Jeetje, wat een groot stuk joh. Ja, het is denk ik wel, ik denk mijn leukste interview ooit. Wauw. Een interviewster. En dit heb je interview hebben gegeven hoogzwanger. Ja, wel grappig hè. Wat superleuk. Ik ga het eens even lezen. Oh ja, ga jij maar eens even zitten op je billen. Goedemorgen jongens. Het is donderdag, ja het is donderdag alweer. Ik heb de duur die vandaag om twee baby's naar de crèche te brengen, naar de opvang. Het zou niet lekker vroeg kan beginnen met de werkdag. Want zij moet 's middags naar het consultatiebureau met Zoe. Nou, ik moet zeggen, ik ben aardig weg met hulp van Sunny. Anders was het was al best wel chaos. Eigenlijk dat ochtendritueel en het avondritueel, dat is toch eigenlijk al gewoon... Ik geloof dat ze het Engels witch hour noemen. En dat begrijp ik wel eigenlijk. Het is gewoon pure chaos. Ik heb moeten kiezen vanochtend tussen aankleden of eten. Nou, ik heb voor het aankleden gekozen, dus op ontbijt eten doe ik straks wel ergens anders. Maar in ieder geval zijn de dames goed op weg. Zoe slaapt. Charlie. Charlie zit een jas op te eten. Jongens, aangekomen Spaces. Ik zit in het kleinste belhokje ever. Als jullie afvragen trouwens waarom ik zo vaak aan mijn gezicht zit, is omdat ik hartstikke moe ben. Ik kreeg al een paar keer de comment: je zit de hele tijd aan je gezicht. Maar dat komt omdat mijn ogen jeuken, jongens. Waarom ik nou de vlogcamera erbij pak, is iets heel veel belangrijkers. Eigenlijk voor mij het thema van deze vlog. En dit geldt denk ik voor elke business waar je in zit. Hoe creëer je nou echte waarde? Hoe zorg je ervoor dat je opvalt ten opzichte van al die andere bedrijven of ondernemers of ZZP'ers die eigenlijk hetzelfde doen als jij? Ik ben er heilig van overtuigd, dat is eigenlijk wat ik al mijn hele leven doe en wat we dus onbewust, want ik kwam er net pas weer achter van, ja fuck, we doen het weer. En dat is waarde leveren voordat je er iets voor terugvraagt. Dat klinkt een beetje gek, maar... Als ik in een salesgesprek zit met een klant en ik zie iets en ik denk, hé man, maar dit kun je al doen. Dus dan vertellen ze, het was bij toevallig ook bij een salesgesprek wat we vorige week hadden, was het, ja weet je, er lopen een aantal mensen weg. En toen zei ik, hey, doe je wel exit interviews? Ja, ja, doe. Spencer komt ondertussen binnen. Maar wat er in het salesgesprek gebeurde was, zij vertelde dat er een aantal mensen weggingen. Toen zei ik, doe je een exit interview? Ja, doen we. Ik zeg, oké, wat voor vragen stel je? En toen moest ik denken aan een vraag die ze bij Patagonia altijd stellen. Ik heb dit ook eerder in een vlog verteld. Een belangrijke vraag voor het exit interview is van, hey joh, waarom ben je hier ooit begonnen? Waarom ben je bij je vorige baan weggegaan en waarom ben je hier begonnen? Wat voor beloften hadden wij nou gemaakt? En hebben we die eigenlijk waargemaakt ten tijde dat je hier zat? Dat soort tips geef ik gewoon de hele tijd. Doet Spencer ook. En dat is eigenlijk waarde leveren voordat je al bent aangenomen. Voordat we al een klantrelatie hadden. Voordat we al betaald worden. En hetzelfde doen we dus vandaag weer. Spencer had gisteren deed Spencer het. We zijn nu met een groot cultuurtraject bezig met een klant. We zijn bij de eerste fase, dat is wat is de huidige cultuur, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. En één iemand van het MT die heeft gezegd, hey joh, in mijn team scoren we niet slecht, maar we scoren net iets slechter dan het gemiddelde. En het gemiddelde is op zich prima. Ik trek me dat eigenlijk best wel weer aan, ik wil daar gewoon wat mee, ik wil een sessie doen met mijn team. Nou, dat hebben wij niet in onze offerte meegenomen.
toch gaat Spencer dan gelijk zeggen, ja vet. En dan, weet je, oké, ik ga even met je bellen. Wat wil je precies doen? Die man die had er een uur voor gezet. Toen zei hij, nou, met 13 mensen in je team is dat al heel erg kort. Dan moet je 2 uur van maken. En zo gaat er gelijk een hele structuur. En dit is een mooi voorbeeld waarbij je niet gaat denken, want wij zijn tenslotte consultants. We hebben een prijs afgesproken. Wij doen niet op uurtarief. We hebben gewoon een vaste prijs afgesproken met deze klant. Dus je zou kunnen zeggen als ondernemer, ja maar hallo, ik zit hier nu uren te spenderen en daar heb ik niks voor berekend. Maar dat is niet hoe je gelijk denkt. Want wij denken aan waarde leveren. Dat is toevallig dan ook een van onze waarden. We willen impact maken. En ik denk dat ongeacht in welke business je zit, als je zo denkt van hoe kan ik deze klant verder helpen en niet direct alleen maar denkt, maar word ik hier wel voor betaald, dat je in de long run een veel succesvoller bedrijf bouwt. Dan als je alleen maar denkt van, oké, ik kan dit advies wel geven, maar ja, goed, die heeft hij niet voor betaald, dus ik hou het nog even achter en dan ga ik eerst even vragen, ja, je moet 2 uur extra afrekenen, dan gaan we die training voor je designen. Ik denk als je zo gaat denken dat je altijd heel erg klein blijft. Heer, heer. Yes, yes, yo, het is vrijdag. Vandaag is pappadag. En vandaag, what? Overlicht. Mijn schoonmoeder is en we gaan lekker naar Artis. En Sunny is ook gewoon bij. Omdat ze wel aan het werk is. Ze gaat even mee naar Artis. Leuk, leuk, leuk. Sunny zit in de BH, maar dat zien jullie niet. En we gaan naar een Halloween feestje in Soho House. We hebben de oppas die komt over een uur. We hebben nog een uur om ons klaar te maken. Wat veel te kort is, kom ik nu achter. Ja, we hebben allebei een piraten outfit gekocht. En die gaan we spoken van maken, zoals Pirates of the Caribbean. Dus we gaan ons gezicht helemaal wit sminken, de grijze pruik. Nou goed, je gaat het zo zien, maar als eerste moet ik dit basisuniform. Eerst moet ik wijn atten en dan moet ik hier dus een enge uniform van maken. En het is nu gewoon super chic. Dus, nou ja, super chic voor een piraat. Ik zal het even laten zien. Ik heb er ook een broek bij. Ik heb zelfs kaplaars, jongens. Ik lijk nu meer misschien Aladdin. Maar dit wordt straks een ghost piraat. Dat is het idee. Ik heb in ieder geval gaten gemaakt in mijn mouwen. Ik heb al theezakjes over mijn buik heen gegooid. Dus het ziet er al, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar het ziet er wat viezer uit. Het is een beetje geel licht, jongens. Maar goed, ik hoef jullie straks hopelijk niet te overtuigen. Als ik het dan laat zien, dan ben ik af. Ik mag eindelijk een keer mijn man opmaken. Kijk jongens, dit is het geworden. Ik bedoel... Ah, jij ziet er echt sharp uit. Yes! Tweede dag daarna. Sunny en ik. We hebben mega kater, we hebben 3 uur geslapen denk ik. Het is zo stom dat je een half uur extra 7 hebt. Of zo. Ja, je denkt dat je een uur extra hebt, maar deze kleine snaken die doen er niet aan. We zijn wel heel lief. Maar goed, eigenlijk voelen we ons best wel sharp, toch? Nu wel, maar ik wil wel weten hoe we over 2 uur zijn. Ja, goed. En ik neem zo'n koffertje. Het was wel echt een gaaf feest. Het was een buffet. Nou jongens, ik heb grandioos. De hele avond heb ik op dat buffet gezeten staan, gegeten. Het was dus helemaal super chic ingericht. Je mag geen foto's maken, maar ik heb stiekem een paar foto's gemaakt. Maar er lagen overal maden. Heerlijk. Als decoratie, maar ook hele enge dingen zoals varkenshoofden. Maar dan tussendoor hadden ze een hele cupcake, taarthoek. Ja, je moest alles pakken, hè. En ze hadden pizza, ze hadden hamburgers, ze hadden patat. En de vegan dingen, heel goed. En gewoon het viel niet aan te slepen, man. Ik ging helemaal los. En dan hadden ze ook allemaal fotolijstjes in de kasten staan. En dan hadden ze allemaal hele enge foto's. Maar ja, gewoon echt goed. Gewoon creepy. Maar goed, we gaan nu even een kopje koffie drinken bij Park.